Ja, Luc, vorige wedstrijd tegen PEC werd er niet zo goed gevoetbald. Waar lag dat aan? Nou ja, ik denk dat daar niet zozeer de vinger op te leggen is. Het ging inderdaad heel moeizaam. Ik denk dat we in een te laag tempo voetbalden. Ik denk dat we heel slordig waren. En dat we daarom niet echt tot kansen kwamen. En ja, het werd heel lastig dus. We maakten het eigenlijk heel lastig voor onszelf. Ja, er werden ook weinig kansen gecreëerd. Mm-hmm. Hoe gaan jullie dat beter doen tegen NEC? Nou ja, we zijn natuurlijk aan het trainen gewoon op voetbal. Maar we kunnen gewoon goed voetballen, dat weten we ook. Alleen het kwam de vorige wedstrijd niet uit. Ik denk dat we moeten proberen te zorgen dat we iets meer diepte hebben. Dan komt er ook meer ruimte op het middenveld. Meer overslaan, derde man erbij, meer beweging. En dit seizoen wordt er door jullie vaak gespeeld met 3 centrale verdedigers. Wordt er daardoor ook iets anders van jou verwacht? Aangezien je vorig jaar natuurlijk veel 4-3-3 speelde. En jij bent natuurlijk linksback, dus verandert er dan wat voor jou? Nou ja, ik denk dat als je met 5 verdedigers speelt, het is inderdaad gewoon een ander systeem. Er wordt veel meer aanvallend van je verwacht. Want ja, de hele flank is open, dus je moet de hele flank bezetten. Maar je moet ook terug zijn verdedigend. En ja, natuurlijk, het is gewoon een ander systeem, dus er wordt meer aanvallend van je verwacht. Is het lastig voor jou persoonlijk of vind je dit wel juist wel fijn? Nou, ik vind het gewoon een fijn systeem. Ik moet er wel aan wennen natuurlijk. Ik ben van nature wat meer een verdedigende speler. Alleen, ja, ik denk dat het voor mij ook een goede leerschool is om aanvallend meer te kunnen brengen. Zeg maar, zondag natuurlijk NEC. Wat vind je van de prestaties van hun tot nu toe? Ik denk dat ze het goed doen. Ze staan 9 of zoiets geloof ik. Dus ja, het is best een prima ploeg. Maar ja, ik denk dat we gewoon een goede kans maken, dat we gewoon moeten winnen. Het is een belangrijke pot voor ons. En, kan je daar de vingers op leggen? Waar liggen de kansen tegen NEC? Alleen, maar NEC, ja, ik denk dat het ook gewoon een voetballende ploeg is, maar ik denk dat ze verdedigend nog wel eens hun steekjes laten liggen. En daar moeten we gewoon gebruik van maken. Ja, als je wint van NEC, dan neem je waarschijnlijk iets meer afstand van de onderste plekken. En dan kan je wel wat meer omhoog kijken. Is dat iets wat ook speelt bij de selectie? Nou ja, ik denk nog niet zozeer. Alleen tuurlijk, je wil gewoon bij de middenmoot aansluiten. Je wil niet daar onderin blijven hangen. Dus het is gewoon belangrijk dat we deze 3 punten pakken. En ja, daar gaan we de focus op leggen. En dat ja, want is het dan kijkend naar bijvoorbeeld toch de verloren wedstrijden tegen bijvoorbeeld Cambuur. Mm-hmm. En de gelijke spelen tegen PEC en Go Ahead. Is het dan juist zaak dat er nu wel echt gewonnen gaat worden van NEC? Nou, ik denk dat tegen elke directe concurrent eigenlijk zaak is dat er gewonnen gaat worden. En inderdaad zeker ten opzichte van die resultaten wil je nu eindelijk een keer tegen een directe concurrent punten pakken. In plaats van tegen ja, andere ploeg.